Vandaag maak ik een knolselderburger met perensalsa. Ik begin met het snijden van de knolselder. Voor mij is dat echt een groente die dicht bij vlees aanleunt. Ik snijd het in fijne reepjes, heel belangrijk, en daarna bak ik het mooi op in een scheutje olijfolie. Hup, in de pan ermee en zorgen dat het mooi karamelliseert op een hoog vuurtje. Die geuren zijn niet normaal lekker. Goed kruiden, peper, snufje zout erbij en kijk een keer hoe schoon gekleurd dat is. Nog een tasje tijm en dan over naar de peer. Ik begin met het schillen van deze heerlijke conferencepeer. Gewoon mooi in blokjes snijden om straks in onze salsa te verwerken. En dan is tijd voor pauze, regenpauze. Halleluja, dat was gelukkig snel gedaan. Over terug naar het recept. Dit wordt echt een hele frisse perensalsa. Dus ik voeg een beetje ajuin toe en natuurlijk vers citroensap. Dat maakt het geheel heel fris. Ik voeg ook wat fijn gesneden rucola toe, want dat geeft ze wat extra pit. Goed kruiden met zout en dan natuurlijk wat fijn gehakte nootjes voor extra crunch. Afwerken met wat olijfolie en dan gebruikt uw handen maar. Hè. Klaar voor het broodje, bakken in flink wat boter. Een goed likske mayonaise. Check die knolselder en dan onze frisse perensalsa. Hoe goed ziet dat eruit? Bon, iemand die wil proeven? Nee? Hawaja, ik dan hè. Mannekes, mannekes. Zo goed. Allee, ciao kus.